Ja, wat gaat deze wedstrijd opleveren? Met in ieder geval al flink wat slingers op het veld. Het feestje van de Eredivisie in 2020 is dus begonnen. En zo dadelijk met de aftrap definitief. We zijn tussen de nummers 15 en 7 van de ranglijst. Met Mitchell van Rooyen en Jeroen Zoet aan de kant van FC Utrecht. Die voor het eerst voor die ploeg in de Eredivisie in actie komen. En onder de beeld ziet u de opstelling van Pek Zwolle. In een 5-3-2 systeem. Ja, de veldbezetting, zo zegt John Stegeman, is van veel groter belang dan hoe je ze op een papiertje neerzet. Van Duinen, vorig seizoen maakte hij nog 2 goals in de thuiswedstrijd tegen Utrecht. Zijn laatste goal was ook van vorig seizoen. Jochem Kamphuis, de scheidsrechter. Dit seizoen nog niet gescoord, maar ja, hij kwam ook met een gebroken middenvoetsbeentje het seizoen binnen. Net als Bram van Polen, langdurig geblesseerd. Van Polen op de bank. Net als Bellassani, ook hij komt terug van een blessure. En zo zou je zeggen, wordt hier gefluisterd, ja, we hebben geen versterkingen kunnen halen in tegenstelling tot ploegen als ADO, Den Haag en Twente. Die toch ook in dat rechte rijtje zitten. Maar ze hebben zoveel spelers, zou je zeggen, voldoende om dit seizoen tot een fatsoenlijk goed einde te brengen. Natuurlijk al kijken naar Jeroen Zoet. Hij die dus de EK-selectie wil halen. Geen zin had om af te wachten wat er bij PSV allemaal gebeurde. Ook wel enigszins teleurgesteld in de ploeg waar hij sinds zijn 15e speelt. Toen kwam hij vanuit Veendam, Jeroen Zoet, naar PSV toe. Werd alles uitgeleend naar een andere club, RKC Waalwijk. Maar dat was helemaal aan het begin van zijn carrière. Kerk. Goeie sliding van Nakayama. En een goede bal ook op Van Duinen. Nu de 16, een beetje uitgeweken. Sliding is van Willem Jansen en een zeer goede is dat bovendien. Ah, daar waren ze toch rap aan de overkant. Ruimte rechts, Kleiber. Van over hem dichtbij. Dit is Van Rooyen. Rechts Kerk. Goed gezien door Van Rooyen. Bal nu strak voor. Terug naar Van Rooyen. Het schot is daar. De redding is van Michael Zetteren. Clement terug naar Kayama. En paal. Goeie bal. Jansen werkt weg. Vlak voordat Van Duinen erbij kan. Clement glijdt uit en dan kan Van Overheem het overnemen. Dalmau zet er ver uit zijn doel. En Dalmau komt er langs bij Kersten. Nee, dat komt hij niet. En dus is Zetterer blij met de inzet van Kersten. Want hij was even gezien. Het is een attent mee kijkende keeper. Ver voor zijn doel. Maar of dit nou de plek was om te komen. Het loopt voor hem. Het loopt voor Zwolle goed af. Kleiber. Van de streek is vertrokken. Laatst aangeraakt door Hamer, dus een corner. Blok gezet om Dalmau en Jansen vrij te krijgen. Goed werk, Guevara. Balletje terug. Ze kunnen er weliswaar uit, maar niet met balbezit uit. Van Overheem. Zonder dat Utrecht nou heel grote kansen creëert. Zij zijn natuurlijk de meest dreigende ploeg in deze wedstrijd. Kerk. En het schot op de vuisten van Zetterer. Van Rooyen. Eigenlijk stond Gustafsson een klein beetje in de weg voor hem. Voor een spectaculaire uithaal. En weer ingeleverd. Hamer. De keren dat ze eruit komen. Zoals net die bal van Huiberts. Nu die bal van Hamer is erg slordig. Oh, we gaan nergens naar kijken. Was het voor een hensgeval in de 16 zojuist? Dat zou kunnen, want daar had het even de schijn van. Ik ben wel heel benieuwd. Er was niemand die appelleerde, overigens. Waarvan ik dacht, van even, zat daar een handje bij.
Of is dat iets anders? Dat is hier inderdaad een handsgeval. Het is voor mij zelfs met bril op lastig te zien. Maar dat gaat wel een hand omhoog, zeg. Hey. Ja, ja, ja. Op de elleboog. En dan denk ik dat hij op de stip gaat. En dat het een klus wordt voor Gustafsson. Penalty. Ja. Maar Simon Gustafsson mist nooit een panel. Dat is daar. Dat is ook een raar inkomen. Gustafsson is een ijskouwe. Is hij dat ook hier? Kan lang wachten. Heeft dat geduld. Heeft het oog. Heeft zijn voet. En schuift hem weer binnen. Ja, er is voorlopig geen tegengif mogelijk voor de strafschoppen van Simon Gustafsson. En in de 24e minuut is het 1-0 voor Utrecht. Huijwerts, ja, die krijgt nu geel. Die had al een verbale uitbrander gehad een paar minuten geleden voor het stevig inkomen. En dan is het niet zo raar als je dat een paar minuten later weer doet. Kijk, de voet is de noppen vooruit. Hamer. Van Duinen probeert er aan de bal te komen. En als Van der Marel die bal laat gaan, is het Van Duinen die scoort. Foutje van Van der Marel, die dacht die bal te kunnen laten lopen. En dan herstelt Zwolle toch vrij snel. Is het 1-1. En heeft het even geduurd voordat Mike van Duinen een treffer maakte. Maar hij scoort graag makkelijk tegen Utrecht thuis. Kijk, Van der Marel kijkt wel achter zich, maar moet gewoon ingrijpen. En dat laat hij na. Huijwerts links meteen doorgeven aan Nakayama. Maar dan verslikt Huijwerts zich daarin. Gustafsson, Dalmau nu. Dit zou dan het moment zijn. En de overtreding, nee, niet voor Kersten. Maar bijna alsnog een tweede mogelijkheid voor Dalmau. Hij is resoluut. Zijn meteen, er is van een overtreding geen sprake. Ja, je kan toch ook niet zeggen dat dit een schouderduw is. Gustafsson, Bouwara. Vertrokken aan de linkerkant. Dan moet Hamer een keuze maken. Dan is hij even van de streek kwijt. Geen buitenspel, want dat wordt in het midden opgelost. Achterin Dalmau en Zetterer met de redding. Dalmau, Gustafsson doorgelopen is Kerk. Zetterer komt weer. Hij is wel ver uit zijn doel steeds. En daar komt hij echt een paar keer genadig mee weg. Nakayama, Kersten. In de loop van Thie. Van der Marel loopt mee. Is hem wel als laatste aangeraakt, dus we moeten nog een keer wegspelen om een corner te voorkomen. Dat is dan kennelijk niet gelukt, want het is een hoekschop voor PEC Zwolle. Hamer, wegkoppen, is van Dalmau. Mooi werk van Paal. Paal en die valt binnen. De 2-1 Kenneth Paal. De voorsprong is voor PEC Zwolle. Waar je in het begin van deze tweede helft toch denkt aan het de macht grijpen door FC Utrecht. Staan ze achter. En zo staat PEC Zwolle voor met 2-1. Doelpunt van Kenneth Paal. Gustafsson. Kleiber. Van Overeem. Kleiber goed. Bal terugleggen op Gustafsson en die schiet hem net naast. Van de streek, Gustafsson. Goeie bal, Bouwara en die schiet dan over.
Het gaat dan weliswaar via Zetter. Maar dit was toch weer een kans voor Utrecht. Van Duinen. Van Duinen glipt al langs. Van Duinen en de redding van Zoet. Maar dat is wel een verschil bij PEC Zwolle. De aanwezigheid, eindelijk de aanwezigheid van Duinen. Oh, Van Rooyen die wil gewisseld worden in zijn eerste wedstrijd. Ja, tuurlijk baalt hij daar verschrikkelijk van. Hij krijgt de kans. Maar geeft meteen aan wisselen. Dat is sneu voor de debutant. Die echt de P eroverin heeft dat hij zijn Eredivisie debuut toch moet staken. Iets meer dan een uur voetbal. Zoet en Van Duinen. Zoet in eerste instantie wel. In een tweede instantie op de inzet van T. En dan ook nog op de knal van buiten de 16 van Pelle Clement. Daar moest hij even een paar keer achter elkaar aan de bak. Kleiber. Draait weg. Van de streek terug. Gustafsson krijgt hij de controle. Kerk. En de 2-2 is daar. En Utrecht heeft haast, want 2-2 is aardig, maar het is niet waarvoor ze hier naar Zwolle zijn gekomen. Giordano Kerk met de 2-2. Als Kleiber hier aan de rechterkant er vandoor is. De bal hier terug wordt gelegd. Gustafsson. En resoluut hard ingeschoten met links door Giordano Kerk. Emanuelsson. Goeie bal zeg. Abbas afmaken. Ja, schitterende goal. Geweldig gegeven door Urbi Emanuelsson. Wat een paas. En dan maakt Abbas het prima af. Jazeker. Maar wat een bal van Emanuelsson. 3-2 voor Utrecht. Door de goal van Abbas. Maar Emanuelsson mag lachen. Breed uit lachen. Maar wat een geweldige bal gegeven zeg. Hamer. Door naar Johnson. Langs alles en iedereen. Daar is het de gelijkmaker. Nakayama. Als er velen langs die bal gaan. Maar uiteindelijk Nakayama het is. Die zich ontfermt over die bal. En de raad mee weet. Wordt het net zo krankjorum als vorig jaar. Nou! Die bal van de lijn gehaald door Van Overheem. Dat was toch bijna weer de 4-3. En de wedstrijd is finito. PEC Zwolle dat overstapte naar een ander systeem. Om ervoor te zorgen dat ze niet zoveel goals meer tegen zouden krijgen. Dat is niet helemaal gelukt, want er gingen er 3 in.